Abonneer en like. Ik sta hier. Weet je waarom? Trouwens, is een nieuwe video. Want ik weet nou niet welke er komt. Er staat P4. Straks gaat P6 weg. Weet ik zeker. Dat is altijd bij mij zo. Of die tram gaat weg, of die. Dus ik weet het niet meer. Trouwens, ik ben in Zoetermeer. Ja, ik moet naar school, maar ik heb totaal geen zin in school. Maar ik ga het toch wel doen. Zo kom ik altijd te laat op school. En het is echt zwaar kloten. Iedereen denkt dat ik een luie flikker ben. Maar ik zit gewoon te kloten met die trammen daar zo. Dat is echt kut. Ik weet het echt niet, want straks gaat die tram weer weg. En dan ben ik weer de lul. Oké, ik ga gewoon hierin stappen, boeien. Even kijken. Dan moet ik even inchecken. Dat is wel handig. Anders komt de HTM en shit. Maar ja, mensen. Ik ga even zitten. En muziek luisteren, wat ik altijd eigenlijk doe. Dus ik zie jullie zo weer. Oké, ik zit in een goede tram. Yes! Oké, nou ben ik eindelijk op tijd. Vorige keer was het echt zo. Ja, dat is echt niet gelogen of zo. Maar ik ging dus in deze tram stappen en er stond ook P4, perron 4, daarbij centraal, zo heet dat. Daar moet je instappen als je voor zoveel minuten moet. We gaan naar school. Ik heb totaal geen zin. Maar we gaan door bij volgende halte, next stop, dorp. Yes, dan moet ik uit, jongens. We gaan. Ja, ik sta op het Centraal Station, nu wacht op de bus en heb ik met Martijn afgesproken. Dus dat wordt misschien wel leuk. Ik moet alleen even kijken, nog 9 minuten wachten. Ik ben 24 november, word ik 18, dus dan, dat is leuk. Maar nog even kijken. Pussy shot, zo. Ik heb er net gewoon de bushalte gefilmd. Ik ben samen met Martijn. Ik heb een soort van de instellingen van de camera veranderd. Nou moet het mooie beeld zijn en zo, dus ik geloof er niks van. Maar ja. Ik geloof er helemaal niks van. Nee. We gaan even lopen. Ja, altijd even lopen, joh. Dat is heerlijk. Gaan we naar het dorp lopen? Werkel. Pak je fiets even. Ja, met Werkel. We zijn bij de Verhagen en we zagen zo'n bord staan. Durf jij het aan, knetterijs? Martijn, durf jij knetterijs aan? Ik weet het niet, man. Het knettert straks echt heel hard. Oké, maar we gaan naar de volgende. Deze, ik weet niet of het Nederlands is. Halloween burger met gevaarlijk lekkere Twister Fries. Zie je? Nee, het is gewoon geen Nederlands. Vind ik echt jammer, want ik zat zo te kijken en ik dacht, dat is helemaal geen Nederlands. Twister Vries. Dat moet toch fris zijn? Joa. Dat kan serieus. Je kan mijn camera vastklemmen aan een boom. Nou, ja. Ik weet niet waar jij bent geboren. Ben je uit een ei geboren, eerlijk? Ja. Ja. Echt waar? Ja. Echt waar. Echt waar. Zo vet. En jij, waar ben jij uit geboren? Ik ben, hoe zeg je, een kut. Maar, Nee, dat is onmogelijk. Ik ben uit een boom geboren. Okay. Ik kwam zo uit de boom vallen. Ja, dat is te zien. Je hebt dezelfde kleur als boom. Dat bedoel ik. Waarom? Zeg even waarom? Kaas. Koes. Koes. Snap. Snap. Hij is zo droog. Snap. Dat is echt geweldig. Snap. Oh. Nou, staan eens even van iemand zijn fiets aan het stelen, ja, geloof ik. Ja, zijn fiets gedaan. Oké, nu. Oké, nu weg. Boeken. Oh, dat is echt zielig. Dat is echt zielig. Weer wacht. We gaan daar wachten en dan komt hij wel weer terug, denk ik. Ja, laat hem terugkomen. Ja, hij komt wel terug. Hij moet toch met ons chillen, dus. Sergio, ga je vriend niet helpen? Esso naar Brouwzie. De Brouwzie. What the fuck? Sorry. Maar hij geeft hem weer terug, dus hij is geen goeie. Oh. What the fuck? Arthur, zijn vriendje! What the fuck? Die kleine kinderen zitten achter me. Waar zijn ze? Ze zijn naar buiten. Oh, dan gaan we naar buiten. Ik kan ze binnenwaten. Oké. Gangster. Vakka, waar is die fiets? Waar is die? Nee, maar dat is gewoon zo, weet je. Bij de plus, hè. De plus is onze vriend. Weet je wat het is? Ik wou plus zeggen. Kunnen deze kant op. Frank? Brammetje. Bramladaar. Even als een rapper. Yo. Zeg yo. Ik ben van Lirio. Je weet zelf. Doe eens. Yo. Ik ben van Lirio. Je weet zelf. Nee, ik wil ook nog wat zeggen. Wat dan? Orkapoes. Lange orkapoes. Yo! Kijk op mijn camera, man. SO naar Prittvi eten. 4K per dag. Ja, toch. Abonneer en like. Nice, thanks, man. Thanks. Het heet dus een waterplein. Ik weet ook niet waarom het een waterplein heet, maar dat maakt even niet uit. En we maken een soort van een shot, zeg maar, van de prullenbak. Dat is het dan een beetje, denk ik. Dat is het hele ding, man. Jullie keken.
Wat doe je? Nee, gewoon niet. Gewoon niet. Maar ik hoorde van Wesley dat hier water in loopt. En wat was er dan? Als daar water in loopt, wat gebeurt er dan? Wordt afgevoerd. Waar naartoe? Daar zo. Daar? Ja. Dat kan helemaal niet. Kijk, kijk, kijk. Oké. Filmer. Ja. Oh ja. Oh ja, 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 ik zie daar een lijntje. Daar zie je een lijntje en daar wordt het water afgevoerd. Super vet natuurlijk. Helemaal leuk. Het gaat regenen, dus ik stop met filmen. Stadhuis, stadhuis ben ik. Ik ben nu in stadhuis en we zijn nog steeds aan het filmen. Ik kan misschien wel even... Hij wil rust hebben ofzo. Kijk, daar filmt hij een prullenbak. Het is voor de gemeente Rotterdam, super grappig. Maar ja, ik sta een beetje. We gaan nu naar Blaak toe en dan gaan we daar nog wat filmen. En dan ga ik via Blaak ga ik naar stage toe. En vanaf stage gaan we weer weg. Mensen, ik sta nu hier, want mijn stagebegeleiders gaan daar zo gaan filmen voor de gemeente. En die gaan ook met de burgemeester filmen en zo. En sorry jongetje, die dus de fiets waar dus de prullenbak in zit. Het was niet de bedoeling om zoiets eigenlijk te gaan doen. Maar we hadden een beetje lol en we dachten, we kunnen het misschien wel filmen. Het is niet pestgedrag, echt niet. Jongen, sorry daarvoor. Ik zeg nu ook sorry, want het is misschien ook wel een beetje zielig geweest. Ik heb de beelden teruggekeken en ik dacht, het kon ook anders, weet je. Maar mensen, dat dus. En ik ga nu weer even naar stage. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Doe een duimpje omhoog. En reageer even. Want reacties moeten veel meer worden. En dan zie ik jullie weer later.